Hartelijk welkom hieten. Ik wil je hem graag heel hartelijk welkom hieten vanuit Den Woerd. Welkom dus uit Den Woude. Ik ben Henriette Kooistra en ik woon hier in het mooie Friesland. Ik wil jullie graag even meenemen naar Connect. Het is deze maand precies 2 jaar geleden dat wij gestart zijn met de Connect Jongerenavonden. We merkten dat hier eigenlijk niet heel veel Bijbelse toerusting was. En het was voor jongeren al heel snel 1 uur, 1,5 uur rijden. Dus we zijn bij elkaar gaan zitten en op deze manier zijn we heel blij dat we van die Connect Jongerenavonden kunnen organiseren. Maar goed, zoals bij de meeste van jullie moesten wij vorig jaar overschakelen naar een livestream. Het gaat gelukkig volgens mij heel erg goed. We hebben nu de 4e avond gehad via een livestream. En ook deze avond, terwijl die 24 uur marathon loopt, hebben wij ook een livestream gehad. En Jan Post is deze avond bij ons geweest en heeft gesproken over het thema Waarom is de Bijbel waar? We hebben ook een kleine impressie van deze avond. En het volledige filmpje kun je terugvinden op het YouTube-kanaal van de Connect Jongerenavonden Friesland. Ik ga jullie even meenemen naar het klein stukje van deze avond. Je hebt al heel veel gezegd, denk ik. Als je nou nog eens iets mag zeggen ter afsluiting, iets samenvattend of iets meegeven, wat zou je dan nog tegen de jongeren willen zeggen? Dat is natuurlijk altijd heel mooi om juist ook nog iets mee te geven. En tegelijkertijd denk ik, ik heb ook wel best wel veel dingen. Laat ik nog dit zeggen. Wat ik altijd zelf persoonlijk wel heel lastig vind in een lezing. Jullie krijgen een verhaal het verhaal dat staat je aan of het staat je niet aan. En in een lezing kan ik sommige dingen ook heel stellig zeggen. Wat ik wel geprobeerd heb, is ook om in het eind van de lezing ook juist te laten merken dat twijfel niet vreemd is. En dat twijfel over de diepste vragen, ik heb ook gezegd van, zoek daarin iemand die je daarin vertrouwt of die daarin je niet veroordeelt. Maar er mag ruimte zijn voor die vraag. Er mag ruimte zijn voor de twijfel. En zeker ook als je kijkt naar wat de Bijbel is, dan wens ik het jullie van harte toe. En dat is zeker ook mijn bede, dat jullie ontdekken wie Jezus is. Maar nog veel bijzonderder, dat is echt bijzonder, wie Jezus is voor jou. Om daar nog 1 voorbeeld bij te geven, wat mij altijd treft in de Bijbel, dat is toch van Lucas 2. Jezus wordt gelegd in een voerbak. Nou, de uitleggen verschillen daar nog wel eens over of dat nou een bak op poten was of in de grond. Hoe dan ook, hij is zo laag dat zelfs dieren erbij kunnen. Nou ja, een dier heeft het niet nodig, maar als hij zo diep gegaan is in deze wereld, zou ik het alleen maar toe willen wensen. Druk deze Heer Jezus Christus aan je hart. En als je zegt, dat vind ik moeilijk, hoe doe ik dat? Dan begint het toch echt met gewoon elke keer weer spreken in je leven met Jezus. Je leven delen, vragen, vertellen, vergeving vragen. En als jij spreekt met God, dan wil God spreken door zijn woord. Ook in de schepping, ook door mensen, ook door dit soort dingen, ook in de kerk, daarom hebben we denk ik die plek als kerk. Maar deze brief is Gods persoonlijke boodschap en Gods persoonlijke brief. Leuk dat je gekeken hebt naar een kleine impressie van de Connect Jongerenavond. Ik neem je even mee naar mijn gast Patrick en hij is voorzitter van de Connect Jongerenavonden. Maar eigenlijk is dat voor jou niet iets vanzelfsprekend. Kun je daar wat over vertellen? Ja, nou ja, allereerst naam voorzitter al. Dat is wel een dingetje tegenwoordig. Maar nee, we hebben niet zo heel veel tijd begrepen, dus moeten we kort en krachtig zijn. Hè? En niet vanzelfsprekend zijn, en dat is het ook. Want laat ik het ook zomaar zeggen van dat ik eigenlijk iemand was die eigenlijk heel, als je heel diep in mijn hart kon kijken, een hele grote hekel had aan Bijbel, aan God. En ook iemand was die de naam Jezus vaker gebruikt in de vloek dan in liefde. En ook, laat ik het zo ook maar noemen, van eigenlijk door diezelfde God in de nek is gegrepen en heel duidelijk is gemaakt van, ik ben de God van deze wereld. En dat is wat jij bedoelt met niet vanzelfsprekend, dat ik daardoor ben ik voorzitter gevraagd. Daar stond ik ook verbaasd van.
dat ze zo gast nou willen als voorzitter. Maar ja, goed, ze konden niemand anders vinden, dus vandaar denk ik. Ja. Ja, mooi. En wat is nou jouw verlangen met deze Connect-avonden? Ja, ik denk dat mijn grootste verlangen is, en dat je hebt het vaak over views tegenwoordig op Instagram of op Facebook. En ook met zulke avonden hebben we het ook als bestuur wel over van hey, hoeveel mensen kijken er nu. Maar ik denk dat wat mijn grootste verlangen is, al zou er maar één iemand zijn die zich ook gewoon wil buigen voor de Heer Jezus. Dan is eigenlijk al die tijd die we erin steken, dat is voor mij prima. Dat is het grootste verlangen, denk ik. Ja. Mooi, dankjewel. Nou, ik heb net met Patrick gesproken over de Connect Jongerenavonden. En ik wil nu graag jullie mee naar binnen nemen. We zijn hier in de kerk van de CGK Damwoude. En we gaan hier Karel Hogedoorn ontmoeten. En hij is een van de kosters van CGK Damwoude. Hallo. En Karel, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jij bent hier koster, maar geen Fries. Nee, zou ik niet worden. Nee. Wat trok u naar het noorden? Mijn vrouw. Mijn eerste vrouw is 12 jaar geleden overleden. En 9 jaar geleden ben ik verhertrouwd. Die vrouw woonde in Friesland. Dus ik ben naar Friesland gekomen. Maar en zij wilde niet... Ze had nog 4 kinderen thuis. Ik had geen kinderen meer thuis. Dus mooie keuzes maken. En vandaar ben ik naar Damwoude gegaan eigenlijk. En we hebben elkaar ontmoet via een weduwnarengroep. Samen alleen. Een christelijke weduwnarengroep. En daar hebben we elkaar ontmoet. En zodoende... Vinden we het Gods leiding dat we hier weer zijn en dat we samen zijn weer. En dat we deze gemeente lid geworden zijn. We waren beide van een andere gemeente lid en we zijn beide hier teruggekomen. Dus mooi. Vandaar. Ja. Bij het LCA staat u bekend als iemand die zich hard maakt voor toerusting, juist ook in het noorden. Waarom vindt u dat belangrijk? Nou, het is een belangrijk feit is dat vooral van jongeren zeg maar, in het noorden heel weinig over het geloof gesproken wordt. Die kerkelijk zijn, noem ik het maar niet gelovig zijn. Of wel gelovig zijn, maar niet kerkelijk zijn, maar niet weinig over praten. Er moet meer over gepraat worden, mensen moeten weer opener worden. En ja, dat vind ik heel belangrijk dat het ook op een hele eenvoudige manier dan gebracht wordt. En ook naar de jongeren toe, zeg maar. En zeker in het noorden, maar overal. Niet alleen in het noorden, maar in het noorden voornamelijk. Ja. Dat is eigenlijk mijn missie, eigenlijk, dat ik daar erg voor inzet. Ja, daar zijn we natuurlijk ook heel dankbaar voor dat u dat ook hier in het noorden vertegenwoordigt. Ja. Nou is het zo dat Willem en Karin zijn net met de camper gearriveerd. En nou, die leggen een hele route af om overal verhalen te halen. Nou is het zo dat ze u ook wel eens gesignaleerd hebben met een camper. En ja. We zijn eigenlijk benieuwd, van trekt u er nou vaak op uit met jullie camper? We trekken er aardig wat op uit. En ik had hem al van mijn eerste vrouw al een camper, dus ik was het al gewend. En mijn tweede vrouw vindt het ook erg leuk om met te camperen. We gaan ook wel met vakantie met de camper, maar we gaan ook heel veel bezoekjes. Omdat natuurlijk van de 7 kinderen de 5 in het westen wonen, gaan we regelmatig met de camper daarheen. En ook een vergadering van Evangeliestek in Hardingsveld, dat doen we ook met de camper als het zo uitkomt. En andere dingen doen we zo. Dus dat is het camper, daar is de camper eigenlijk voor eigenlijk. Maar ook voor vakanties en... Het is heel leuk vervoermiddel. Je hebt alles bij je. En dat is gewoon prettig. Dus we proberen op de dagen dat we hier moeten zijn als koster. En als vrijwilliger, als coördinator hierover. Toch weer terug te zijn in Friesland. Dus dan vandaar. Ja, nou bedankt ook voor uw gastvrijheid. Want Karel heeft de heerlijke droege worst meegenomen. Dus wij gaan er nog lekker even van genieten. En ik wil ook heel graag even me richten tot de commissie Landelijke Actie. En voor al die vrijwilligers die daar bij Transworld Radio zitten. Ik wil jullie heel veel succes wensen, ook vannacht, maar ook morgen nog de hele dag. Zet hem op en tot ziens. Win de camperprijs door het aantal kilometers van deze tour te raden. Ga naar www.24uursmarathon.nl/campertour.